Goedemiddag allemaal en welkom bij Studio TVL. Het wordt een beetje griezelig en mysterieus vandaag in deze Studio TVL, want we gaan op spookjacht met de echte Vlaamse Ghostbusters. Kapitein Winocchio die zorgt dan weer voor de leukere sfeer. Hij zingt voor ons een aantal broodnodige liedjes die je terugvindt op zijn nieuwe album en in zijn meezingboekje. En mijn centrale gast is in 2005 benoemd tot de knapste man van Nederland zelfs, maar hij is wel een echte Vlaming. En we praten met hem waar hij momenteel mee bezig is en hoe hij zich zal verkleden op de Foute Party 1 juli aanstaande. Ik heb het natuurlijk over Kurt Rogiers. Over dat spirituele, geloof je daarin? Ben je daarmee bezig? Zo? Well, ik denk zoals de doorsnee Vlaming. Het intrigeert me wel, maar ik ben er wel wat sceptisch tegenover. Want nochtans, in 2008 ben je bij Joyce Trog op bezoek geweest. Die zou een spook in haar huis gehad hebben. Ja, dat was heel grappig. We kregen ineens een berichtje, ik geloof in de story te lezen, dat Joyce een spook had. En toen hebben we met de radio daarvoor contact met haar gelegd en zij zei dan ook van ja, maar het is echt hoor, het is echt. En rond 5 uur komt het altijd. Toen hebben we 's nachts uitgezonden bij haar. Ja, weet je, als je denkt dat je iets gaat horen, dan hoor je dat. Als ik zeg van vanavond om 12 uur gaat er een teken van iets komen, dan komt er wel iets. Wat er dan ook mag wat er dan ook is. En ja, het is de verbeelding die spreekt. Ja. Maar is dat niet akelig? Zoals je daar zit op te wachten. En ik denk dat er echt iets gaat gebeuren. Kijk, daar ben ik dus dan inderdaad veel te sceptisch voor. Ja. Zelf al zou ik ineens kraken op de trap dan horen, dan zou ik nog denken, iemand probeert me te poppen. Maar er zijn misschien mensen die wel van die dingen horen geloven in spoken en geesten, maar er zijn dan zo'n mensen die gaan verdrijven. En die mensen die zijn van de BPI, de Belgian Paranormal Investigators, een beetje de Vlaamse Ghostbusters, zeg maar. Goedemiddag. Hallo. Welkom. Hey. Hallo. Hallo. Hoi. Voilà, hier zijn ze, onze Ghostbusters, of beter gezegd de mensen van BPI. Wim en Wendy, goedemiddag. Vertel eens, Wim, wie zijn jullie? Wij zijn BPI en als mensen problemen hebben, dan gaan we bij hun thuis proberen paranormale te gaan verklaren. Hè. Ja, en welke problemen zijn dat dan? Dat kan van alles zijn, zoals Kurt al zei, geluidstommelingen op de gang of stoelen die beneden verschuiven terwijl iedereen boven ligt. Ja. Schaduwen in één keer zien verschijnen naast hun bed. En gebeurt dat veel? Wel, we krijgen toch enorm veel oproepen van zulke zaken. Dus, En hoe zijn jullie daarmee in, begonnen eigenlijk? Als ik puber feitelijk zelf in huis zat en die deur van ons, dat is een heel oude, zware deur. Zo, en die ging van zijn eigen open. Dus de klink ging naar beneden en die deur ging gewoon halverwege open. En dan ging die weer van hun eigen toe. Alles zeg. Dus ja, nu, dat ging het ritueel zo. Ah ja, ritueel dat je in het onderzoek zit, denk je aan luchtverplaatsing. Maar luchtverplaatsing gebeurt maar als je gaat deuren open of ramen openzetten. Maar als je alleen zit. Nee. Dus en heb je er ooit een verklaring voor gevonden? Nee, tot op vandaag nog niet. Maar daarom dat we blijven onderzoeken om er misschien nog eens ooit een verklaring voor te vinden. En jij, Wendy, hoe ben jij daarin gerold? Ook ervaringen thuis gehad en op zoek geweest. Alles voorbij laten gaan. Maar dan heb ik zelf kinderen heb, merk ik ook dat mijn kinderen er last van hebben is een groot woord, maar ze merken dingen die dat ik... Zoals? S'nachts wakker worden, heel bang zijn, niet meer in slaap willen gaan, wijzen naar een bepaalde plek. Dat kan eigenlijk heel verschillend zijn van... En jullie proberen dat dan op een of andere manier op te lossen. Hoe gaan jullie dan te werk? Wel, BPI houdt zich bezig met de twee zaken te onderzoeken. Dus we gaan de believers in theorie en de wetenschappelijke termen gaan onderzoeken aan de hand van ons materiaal. Ja, wat heb je dus bij? Dus ik heb wat materiaal bijgebracht. Want jullie houden dus wel rekening mee dat er iets wetenschappelijk, dat het stralingen kunnen zijn. 80% kunnen we uitleggen ook. Dus 80% kunnen we verklaren aan wetenschappelijke. Dus dat is een standaard kitje feitelijk voor elke investigator bij ons. Wat houdt dat in? Dat is een EMF-meter. Ja. Dus die gaat dan gaan meten hoeveel stralingen iets gaat afgeven, bij wijze van spreken, een microfoon of zijn apparatuur. Noem maar op. Ja. Kunnen we dat iets testen? Ik zou dat kunnen testen. Denk je dat er hier geesten zijn, Cynthia? Nee, maar toch veel straling met al die microfoons. Met de microfoons. De microfoons ga je misschien wel... Ik ga het wetenschappelijk doen, hè. Okay. Ik weet niet, een microfoon of zo? Ja, dat is, of hier bij haar, Dus
ja, de stralingen zelf zullen meer van achter dan het kastje. Ja. Ja, daar ga je zo zien. 7, ziet 8. Er een beetje raar uit. Stralingen gaat opmeten. Ja. Inderdaad, dus 0,5, 1,4, 2,2 op een gegeven moment. En wat is normaal? 0,1. Dus als het hoger gaat, dan is er iets van straling. Ja, dan is sowieso iets van straling, maar feitelijk totdat hij op de 1 zelf komt, dus ja, voor de komma. Op de een komt is verder niet echt schadelijk. Ah, ja, ja, okay. Dus het is fantastisch. Maar dus zit hier wel heel wat straling aan. Er zitten wel straling, dat is normaal ook. Ja, met schermen. Al die... Maar jullie zijn dus ooit op een plaats geweest waar al het wetenschappelijke wegviel. Ja. En er dus een zelfstandig veld was. Ja. En toen gebeurde er dit. Waar was dat? Wat moeten we wel, die vrouw had feitelijk op dat moment zelf last van verschijnselen. Dus die zag altijd een oud vrouwtje verschijnen in hun kamer. En toen zijn we echt gaan vragen beginnen stellen van, kijk, laten we... Kun je hem op 5 houden? Dan had ik gevraagd om hem naar 5 te laten gaan. De IMF-meter komt van 0,1 op dat moment, dus we zien al een stuk verder, dat hij op een paar minuten naar 0,5 gaat. En zie je dan ook iets? Of voel je nee, iets? Zelf zien we niets. Dus we werken echt met de bakjes zoals je hier ziet. Dat zijn twee dezelfde IMF-meters. Mm-hmm. Dus feitelijk zouden ze dezelfde straling moeten afgeven. Dat gebeurt niet. In dit geval geeft onze gewone 0,1. Terwijl de andere, de K2-meter, die geeft feitelijk een vondst signaal af. En hoe komt dat? Een vondst signaal, wil feitelijk zeggen, komt overeen met hem naast een generator te houden. Dus dezelfde wijze. Hoe komt dat? Ja, dat kunnen we niet verklaren op dit moment. En wat doen jullie dan als jullie merken dat er dus echt zo'n geest, zeg maar? Verdrijven jullie die dan? Of? Nee, maar meestal kunnen de mensen dat zelf oplossen. Wij zijn ook tegen mediums en die toestanden, omdat we... Ja, dat is één geldklopperij. Ja. Want jullie doen het ook allemaal gratis, hè? Ja, we werken helemaal gratis. Ja. Dus ja, het is niet echt geldklopperij nee, jullie menen het echt. Ja. Ja. We willen gewoon mensen helpen, omdat we zelf de ervaringen gehad hebben. Willen we die mensen gaan bijstaan en een feitelijk probleem proberen op te lossen. Ja, maar je zegt 80% is wetenschappelijk. Wat is die 20% dan? Die 20% kan zijn zoals een EVP. Dus een stem dat er op dat moment niet was, dat we niet kunnen verklaren. Of ja, echt daar hebben we trouwens een voorbeeld van, hè? Zo'n geluidsfragment. Ja, moeten we heel goed luisteren, want dus jullie hoorden op dat moment niet, maar daarna, tijdens de opname, horen ze een kinderstem. Heel goed luisteren. Ja. 20 minuten, dan moet ik hem opladen. Met zijn vinger. Zit je hoor? Ja. Ja. Dus we waren alleen op dat moment in het gebouw. Nog eens misschien, hè, dat we de mensen thuis... Dus... In het midden? Ja. 20 minuten, dan moet ik hem opladen. Met zijn vinger. En er was geen kind aanwezig? Nee, nee, nee. Dus we waren in dat moment alleen in het kasteel aanwezig. Ik met mijn vriendin Candy en Dave, die zat boven. En dus alles was... dat was een kasteel, we zaten onder water, dus het was omringd door water. En ja, dat kwam er gewoon nadien. Hadden we die stem dus op het EVP-bandje. En die werd ook gezien of zo, dat kindje? Of? Dat kindje werd niet gezien, want er was wel een historie aan dat gebouw verbonden, dat er een vrouw zou vermoord geweest zijn. Maar een echte historie van die kind dat er was, dat was er niet. Mm-hmm. Nu was het wel zo dat onze batterij volledig vol was. En op dit moment hoort het ook dat ik zeg van hij is nog maar 20 minuten, terwijl we juist een volle batterij hadden ingestoken. Zeg. Dus de theorie is altijd dat geesten kunnen energie halen uit batterijen of elektriciteit om zo in te manifesteren op een of andere manier. En nooit bang? Nee. Je lachte mee. Ik zou mijn broek doen. Hè. Ik denk dat ik meer bang ben van spinnen als van geesten. Ja. Maar geloof je echt dat dan die 20% dat het een geest is, dat je die kinderstem, dat dat een overleden kind is? Of overklaar je het zelf? Momenteel verklaar ik het niet. Bij mij is zo meer wat ik nu niet kan verklaren, kan binnen 10 of 15 jaar door wetenschap perfect verklaard worden. Okay. Het is zo echt ons standpunt dat we zijn verder non-believers in het algemeen. Ja. Dus, maar we krijgen wel een goed uitgangspunt. Ja, dat het niet is van de andere kant. Want als je wilt gaan geloven, is het zo van, oké, kijk, we hebben iets. Maar nu is het echt, we proberen alles te gaan verklaren. Dus we moeten niet zo overhalen. Jullie hebben ook een website, Wendy. Waar kunnen we terecht voor meer informatie? belgianparanormalinvestigators.be. Ja. Dus als je zelf eens een keertje een onderzoek wil laten doen, gratis en voor niks, dan kan dat. Misschien nog een leuk idee, als spook gaan op de foute party?
binnenkort. Ja, maar ja, dan zitten zij weer achter me. Zo twee mensen die hele naam. Ja, dat is iets waar jullie naartoe leven nu weer. 1 juli is hier weer feest, hè, met Q Music. Ja, dat begint nu al. Dus wat ik daarnet ook al heb gezegd, dan krijg je het goede weer. De avonden worden langer. Er komt wat meer ambiance op de radio. En dan tegen de 1 juli is het dan weer zover. Hè. Ja, en we hebben echt een hele leuke foute party. Ik weet dat we dat elk jaar zeggen, maar we hebben een line-up van de artiesten. Het zijn de Venga Boys komen, Dr. Alban, Accession, Alana Dante, de Confetti's. Ja, dat zijn zo fijne artiesten. Okay, dan ben je binnenkort weer in Hasselt. Ja, dan kom ik wel nog eens langs. Kom jij dan ook langs? Dat is goed. We gaan, misschien kan ik dat aandoen dan. Ja, dan ben ik de echte Ghostbuster. Dank je wel. Dan gaan we dan aandoen als de echte Ghostbusters. Hè. Ja, oh, right. Voilà. Ideaal. Ja. Dank je wel allemaal voor jullie komst en heel veel succes. Kurt, ook fijn dat je hier was. En tot de volgende keer.